één stuk alverrechts. Eén stuk rechts en één stuk alverrechts. Een goede steek, daar heb ik nu echt een keer zin in. Een steek en point, een steek signaal. Vreselijk nieuws, kapitein. Alle voorraadkamers zijn leeg. Zelfs de ijskast is leeg. Op deze tomaat na. Meneer Stok, is de ijskast leeg? Rantsoeneer dan deze volle tomaat. Maar, kapitein... Kom, geef hier. Ik zal hem wegsteken. Kapitein, wat doet je nu? Ik heb hem verstopt op een plaats waar niemand hem kan vinden. Kunnen we niet naar de kruidenier op het hoekje gaan? Negatief, Wendy. De dichtstbijzijnde kruidenier op het hoekje is 750.000 lampjaren hier vandaan. Ja, ja, dat komt ervan. Als een mens niet in de stad woont. Maar de situatie is echt zeer kritiek, kapitein. Inderdaad. Maar kapitein, besef je wel de ernst van de situatie? Het heet ineens op. En Wendietje heeft het gesmaakt. Soms vraag ik mij af. Is hij nu echt zo dom of doet hij maar alsof? Apropos, Wendy, wat eten we vanavond? Je zit dan maar te zwansen met je buik vol tomaat. En ik sterf in pikaans van de honger. Ik pik het niet langer. Als ik hier geen eten krijg, dan gaat ze maar in hongerstaking. Kapitein! Begint je nu ook al? Vrienden, luistert. Ik heb een fantastisch idee. Aandacht, aandacht. Hedenavond in ruimteschip De Chérie een spetterend benefietconcert met kapitein Wally. Ten voordele van de van honger stervende bemanning. Iedereen is welkom. Amai, de zaal zit stampvol. Prima recettes, maar onze honger blijft knagen. Och, meneer Stok en Wendietje, bid voor mij. Sint Wally, heilige man, zing voor ons zo goed je kan. Mogen jouw stem ons brengen, ons dagelijks brood. Met hesp, confituur en kaas. Welke kaas? Smeerkaas. Amen. Maak plaats, hier komt kapitein Wally. Goedenavond, dames en heren. Hedenavond zal geen liedje zingen. Oh nee. Maar in gedicht voordragen van mijn beste vriend Herman de Koning. Maradie, wat doet hij nu? Jantje zag eens pruimen hangen, als eieren zo groot. Jantje wou er eens plukken. Zich op tijd kunnen terugtrekken, dat is de kunst. Oh, Stukske, ik heb zo'n honger. Ik ook, Wendy. Oh, het was een fantastisch publiek. Wendietje, zet de immertjes maar op het vuur. Oh, Stukske, had jij dat doen? Tot uw dienst, Wendy. Och, zeg, Wendietje, wat denkt u dat ik als voorgerecht een liedje zal brengen? Ja. Twee emmers zo vol, twee emmers zo vol. Eén met tomaten en één met brood. Twee emmers zo vol, wij vliegen nu voort. Wij vliegen nu voort, hebben we eten, het is feest aan boord.